Je zit thuis nu. Met een babysitje. Dat was een van mijn eerste grote teleurstellingen van het ouderschap. Babysits. Dat zijn niet vaak mooie meisjes, hè. Dit is toch nooit een keer dat je als papa dat je de deur open doet en dat je denkt... Oh, vanavond mag het zoontje mee met mama. Papa blijft wel thuis. Voor 5 euro per uur. En ze zijn verzekerd. Je moet er niet te voorzichtig mee doen, hoor. Ik bel altijd naar de bond. Ik zeg, die vorige die moet je niet meer sturen, hè. Mijn kind heeft ook ogen, hè, zeg. Een paar weken geleden, die van ons komt thuis van de crèche. We waren hem gaan halen, hè. Zo, ene keer, maar ik had het gehoord, hè. Hij gaat niet meer, hè. Wil toch zeggen dat er daar vieze kindjes zitten, hè. Of dat er daar iets in de lucht hangt, of dat ze daar niet genoeg poetsen. Dat is goed ook. Het was zo'n gewone buurtcrèche. Ik was ongerust dat... Door tussen de gewone kindjes te zitten, dat zijn niveau... Het is het kind van een schrijver, hè. Ziet je, dit is zo'n opluchting, hè. Dat je, aan jullie kan ik dit soort dingen zeggen. Mijn comedypubliek moest ik echt voortdurend op mijn tong bijten. Comedypubliek. Het is vaak... werkvolk, hè. Het is een veilige crèche ook waar dat in nu gaat. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Het is ook wel, allez, het is niet mijn inkomensminimum, maar het is gewoon heel duur. Dus ja. En je moet aanbellen, het is met een videofoon en met een wachtwoord. En als je dat wachtwoord juist hebt, dan mocht je naar binnen. Moet je kleren uitdoen en dan mocht je naar binnen. Omdat je geen wapens mee naar binnen zou smokkelen. Dank ik. En dan moeten binnen moeten door een metaaldetector, omdat je geen wapens inwendig zou kunnen verbergen. En ik dacht, dat ding, dat staat hier voor de show. Dat is gewoon om de prijs wat op te drijven. En dacht, ga dat nu toch een keer proberen. Zo, een broodmes mee naar binnen proberen smokkelen. Maar dat alarm ging af. En het is lastig weglopen, ze met een broodmes. Een paar weken rare kaka gehad. Wel artistiek. Volgende deur, weer met een wachtwoord. Daarachter staat er een voetbadje tegen blauwtong. Volgende deur, weer met een wachtwoord. En daarachter zit er een psycholoog. En die stelt u vragen om te kijken of je op de juiste manier omgaat met kindjes. En als je al die vragen juist hebt beantwoord, dan mocht je terug naar buiten om je kind te gaan ophalen dat nog op straat zit. GELACH